Wij zijn 30.000 mensen. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week. We redden mens en dier. We verlenen hulp bij ongevallen. We voorkomen en bestrijden brand. Wij zijn de brandweer. Goedendag, welkom bij weer een aflevering van Hoe was Den Vreuger? En vandaag hebben wij een heel bijzonder onderwerp, namelijk de brandweer. Hoe was Den Vreuger? Tegenwoordig kennen we de brandweer als een professionele organisatie, geregeld in de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. En die bestaat uit 21 gemeentes en een van die gemeenten is de gemeente Kraandonk, met Post Buddel en Post Maarrezen, waarbij vrijwilligers dag en nacht paraat staan om de brandweerzorg te voorzien. En vandaag is het woord aan de oud-commandant van de brandweer van Maarrezen, Wiel Peerlings, over hoe was dat vroeger, de brandweer. Ik ben Wiel Peerlings uit Soerendonk, oud lid van de vrijwillige brandweer Soerendonk en oud commandant van de voormalige gemeente Maarrezen. En als zodanig ga ik iets vertellen hoe dat vroeger bij de brandweer eraan toe ging en hoe het allemaal geregeld was. Elk gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid van de inwoners van de gemeente. En ook de brandveiligheid valt eronder, dus elke gemeente in Nederland beschikt over brandweerkorps. Voor de Tweede Wereldoorlog kende Soerendonk al een brandweerkorps. En de commandant, de ondercommandant van de brandweer Soerendonk, dat was Driek van Hoof, ofwel Driek de Smit, Hoefsmit. En ook beschikte men over een pomp die handmatig bediend moest worden. De pomp was gestationeerd in het gemeentehuis in Soerendonk, want na 1925, in 25 zijn Maarrezen en Soerendonk de twee gemeentes gefuseerd en het gemeentehuis stond toen in Soerendonk. Dus de brandspuit stond bij het gemeentehuis. En als men dus uitrukte met die spuit, de spuitkasten moesten zelf de pomp naar de brand toe transporteren, duwen en trekken. En die pomp moest met emmers moest die pomp gevuld worden en dan met hefbomen werd die pomp bediend. En die pomp werd bediend door 4 personen en die werden door de veldwachten gewoon uit het nieuwsgierige publiek gehaald. En die werden gedwongen om die hefboven te bedienen. Als die bedieners moe waren, dan werden er gewoon 4 andere nieuwsgierigen aan de hefboven gezet. De alarmering gebeurde dus door de kerkklokken te loeien. En ook gebeurde dat Piet Ieve, de veldwachter, met een koperen toeter door het dorp reed om de spuitkassen te alarmeren dat er iets brand was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was alle verenigingsleven in Nederland was door de bezetters verboden. Ook de brandweer was verboden. Samenscholing van meer dan 3 personen op straat, daar stond de doodstraf op. Dus de brandweer was buiten bedrijf tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1945 kreeg men een heroprichting van de brandweer. De gemeente Maarrezen Die nam het voortouw. Daar werd een commandant benoemd, Piet van Kils, een onderwijzer, ook een man die in de Tweede Wereldoorlog in het verzet zat. En die kreeg de opdracht om ook in Soerendonk een nieuw brandweerkorps op te richten. Hij nam daarbij contact op met Bert van Hoof, de zoon van Driek van Hoof, de commandant voor de Tweede Wereldoorlog. En Piet van Gils die zei tegen Bert, kun jij
een aantal mensen benaderen die jij geschikt vindt om deel te nemen aan die brandweer. En Bert van Hoof heeft toen de volgende mensen benaderd. Wim Thewe, Wim de Mulder, Kolenboer, Toon van Mierlo, Toon van Jan Kluske, Janneke Vos, Janus van de Kruis of Janus de Slachter, Dries Damme, Dries de Kruidenier, Frans van de Kruis, bouwvakker, Janus Kompen, Graaf Serkenmaker, ook de man die het monument van de Tweede Wereldoorlog op het Jan Maasplein gemaakt heeft, Toon Meeuwissen, aannemer, later kwam daar Bert Boelens, Janus van de Kruis en Frans Adams nog bij. Op 17 september 1945 werd de korps dus weer opgericht. Het blusvoertuig, dat was een tweedehands legervoertuig. En dat was een dubbele cabine met achteren een open bak. En dat legervoertuig, dat werd door de manschappen, door de brandweermannen, zelf ingericht als brandweerwagen. Er werden achter van allerlei voorzieningen getroffen waar opgerolde slangen in konden, waar een opzetstuk geplaatst kon worden, een slangensleutel, een verdeeld stuk, straalpijpen, dat werd allemaal door de eigen brandweermannen werd dat verwezenlijkt. En er werd ook een trekhaak aan dat voertuig gemaakt, waarachter dus een brandspuit gekoppeld kon worden. Ook werd dat lege voertuig uiteraard rood geschilderd. Aan de trekhaak kon men een brandspuit, een pomp, koppelen. Dat was een niet zelf aanzuigende pomp. Twee cilinder DKW motor. En de pomp die moest men vullen via een ondergrondse brandkraan. Inmiddels hadden we dus ook een waterleiding gekregen. En op die waterleiding kon men dus een opzetstuk plaatsen, waardoor met 4 atmosfeer druk die pomp gevuld werd. En de pomp moest men dus nog aanslingeren met een zwengel. En dan kon men de druk opvoeren van 4 atmosfeer naar 8 atmosfeer. De alarmering gebeurde door een sirene. En die sirene was geplaatst dus bij Driek van Hoof. En dan heb ik het even over de rivaliteit, maar Maarezen-Soerendonk. En vroeger was er een enorme rivaliteit tussen beide kerkdorpen. Niemand weet waarom. En het was zelfs zo als een jongen, je hoeft niet te denken dat een jongen van Soerendonk in Maarezen naar de meid ging. Nog niet al had zijn gouden achterwerk. Als een jongen van Maarezen in Soerendonk wou komen vrijen, dan kwam hij maar één keer. Want die werd s'avonds op de molenhei bij die bossen opgewacht met emmers uit de beerput. Dus die kwam maar één keer. Op 6 oktober 1949 stond de boerderij van Driek Roes in brand. Het stormde hevig, ik weet het hier nog voor me. En Soerendonk, die had dus de brandweer was vrij snel ter plaatse. En die hadden dus het opzetstuk geplaatst op de waterleiding bij Tom van Mierlo in de Zittert. Nu garagebedrijf Schreurs. En die hadden dus de opzetstuk geplaatst, een toevoerleiding naar de brand gemaakt, het winkel 1. En het verdeelstuk klaar liggen, aanvalslangen klaar liggen en straalpijpen, maar de toevoerleiding was 40 meter te kort. En Maris was gealarmeerd. En Maris kwam en Bert van Hoof die dacht toch gauw een paar toevoerslangen af te pakken van de brandweer van Maris. Maar dat was er niet bij. Maris gooide heel de troep van Soerendonk aan de kant en begon er vooraan. Zette er een nieuw opzetstuk op. Dus een toevoerleiding verdeelstuk met het gevolg dat er na korte tijd 3 brandweermannen van Maarezen stonden te spuiten en Soerendonk bleef met lege straalpijpen staan te kijken. Dat was water op het vuur, letterlijk en figuurlijk. En er ontstond een geweldige ruzie tussen brandweermannen van Maarezen en Soerendonk. En hooglopende ruzie, burgemeester van Schaik kwam eraan te pas en de ruzie liep zo hoog op dat er een heet gebakerde inwoner van Soerendonk het kelderkozijntje, het eigen kelderkozijntje dat wij uit de muur hadden gehaald, hij sloeg met dat kozijntje over de beukenhaag heen, de oude vader Kigge, dat kozijntje aan zijn nek, dat is een kalf dat hij hier komen heeft.
En gelukkig had Kikker dus een helm op, anders was de ramp niet overzien geweest. Het gevolg was dat Maar Heze heel zijn materiaal liet liggen en vertrok. En de boerderij die brandde ook tot de grond toe af. De koeien bleven er gelijk in. Ik heb zelfs nog geprobeerd, ik ben 3 keer de stal opgelopen, terwijl het boven allemaal al vuur was, om die koeien eruit te halen. Maar dat lukte niet. Die koeien die hingen zo in die kettingen, dat zat zo gespannen dat die onmogelijk los te krijgen waren. Het paard heb ik er nog uit kunnen krijgen, aan de voorkant, in de rook. En alleen het paard is er ook uitgekomen, levend uitgekomen. In 1956 kreeg Soerendonk een nieuwe brandweerwagen, een DAF-trekker manschappen materieelwagen. En een nieuwe centrifugaalpomp met een Volkswagenmotor en die moest nog met een zwengel aangeslingerd worden. Ze kregen ook de eerste nieuwe bluskleding en een nieuwe helmen, want direct na de Tweede Wereldoorlog was de uitrukkingstenue was gewoon niks als wat je zelf aan had. En een legerhelm, en hier heb ik zo'n oude legerhelm, dus die juiste uitdrukhelmen, dat waren deze modellen, de legerhelmen. Die waren zwart geschilderd en een flap eraan gemaakt achter. En dat was het enigste wat ze dus aan bescherming kenden. Dus in 1956 kreeg men ook nieuwe kleding, pluskleding, maar ook nieuwe helmen. En dat waren deze helmen, dat noemt men het Duits model. Die kam zit er speciaal op als er stukken pannen of stenen naar beneden vallen, dat de val gebroken wordt. 1974 kreeg Maar Heze een nieuwe brandweerwagen, de eerste DAF die zo gebouwd werd met een ingebouwde pomp. Dat was een nieuw systeem, er waren al diverse brandweerwagens op straat, Mercedes, maar Maar Heze koos voor de DAF, een eigen product uit Nederland. Dat zat een speciale zware motor in, er zat een extra koeling op, want die wagen stond voor de auto een halve dag stationair te draaien. En er zat op de versnellingsbak in de PTO, waar men door de aftakas voor de pomp achter op de vrachtwagen, de brandweerwagen, was dus een pomp, een cyclerpomp gebouwd. En een pomp met twee mogelijkheden, men kon met 3 stralen hoge druk water weggeven, 40 atmosfeer. En men kon gelijktijdig met 8 stralen of 9 stralen lage druk water weggeven, 7, 8 atmosfeer. Ook zat er een watertank in, polyester tank met 24 liter water. Dus meteen als die brandweerwagen op de brand aankwam, kon men meteen 3 straalpijpen uit die brandweerwagen trekken. En men kon meteen beginnen met het blussen van de inhoud van de brandweerwagen. Inmiddels hadden dus de manschappen een tijd om een verbinding te maken tussen open water ofwel de ondergrondse brandkraan, zodat de pomp draaide op het water dat toegevoerd werd. Soerendonk kreeg toen de oude brandweerwagen van Maar Heze. Dat was een DAF-trekker, manschappen- en materieelwagen. En die werd dus naar Soerendonk geplaatst en ook de pomp van Maar Heze verhuisde naar Soerendonk. In 1945 kwam Wim van der Heijden uit Nistelrooy. Die had in Soerendonk een boerderij gekocht. Hij had verkering met Ger Groene en die koude boerderij. En hij was in Nistelrooy een trouwlid van de vrijwillige brandweer. En ook Wim die werd in de kortste keren dus brandweerman. Bij Soerendonk. En al vrij snel kwam men erachter dat de uurvergoeding in Nistelrode heel anders was dan in Soerendonk. In Soerendonk was de vergoeding 1 gulden per uur bij oefening en dus bij brand. In Nistelrode was dat 2 gulden 50. Met het gevolg dat het kader van Maar Heze en het kader van Soerendonk, dat waren dus van elke vereniging dus 3 personen, die vroegen een onderhoud aan bij burgemeester van Schaik. En over die uurvergoeding. En van Schaik die was erop tegen, hij gaf geen centimeter toe. Het bleef 1 euro voor de spuitgasten van de gemeente Maar Heze. Met het gevolg dat de brandweermannen van Maar Heze en Soerendonk staakten. Alleen bij woonhuisbrand
zal men nog uitdrukken. In 1955, in het voorjaar, was er een schuurbrand bij Driesje van Meerlo op de Beek. Driesje van de Beek. En de spuitkasten van Soerdonk, die stonden erbij en die keken ernaar. Maar de brandweer van Marese kwam wel. En die werden eigenlijk gedwongen door Van Schaik, burgemeester Van Schaik. En burgemeester Van Schaik, die kwam ook naar de brand. En die zat bij wachtmeester Snijders van de politie. Zat hij in het motorzijspan. En zo kwam Van Schaik in Soerendonk bij de brand. Dus die spuitkasten van Marese, die kwamen nog om wat na te blussen. En ook toen, dat gaf geen voordeel, dat gaf dus allemaal nadelen en narigheid, want Soerendonk staakte, maar Marese hield zijn eigen niet aan de afspraak. En met het gevolg dat er een aantal leden van Soerendonk opstapten. Namelijk de ondercommandant Bert van Hoof, Wim Theeuwe, Janus van de Kruis en Nartje van Kranenbroek. Dus Soerendonk bleef met een half brandweer zitten. Op 1 juni 1959 werd Frans van Gennep benoemd door de gemeente als nieuwe ondercommandant. Er werd een heroprichtingsvergadering belegd bij de Bout en een aantal Soerendonkers die gaven zijn eigen op. Ook een paar oude brandweermannen kwamen terug. Dat was Frans van Gennep, werd dus ondercommandant. Wim Groene werd bevelvoerder. Wim van der Heijden, Janus Vos, Dries Dame, Toon Meeuwissen, Bert Boeles, Janus Stijvers, Frans Smits, Janus Kompen, Frans Adams, Tje Maas en Toon van Mierlo. Op 1 januari 1960 kwam Buul Peerlings, Toon Kompen en Peer van Gennep er nog bij. Dus nog steeds een geweldige rivaliteit tussen de twee korpsen, maar is het zo donker. Het is belachelijk, maar het is zo. Het blusvoertuig verhuisde van Hoof naar Frans van Gennep, Dorpsstraat 21, bij het gemeentehuis. De Frans van Gennep had inmiddels dat oude gemeentehuis gekocht en die had daar een winkel van gemaakt. In 1973 werd Piet Winters, de toen algemeen commandant van de gemeente Marese, werd naar de keuring gestuurd in Gelder, naar de GGD, maar ook die brandweermannen moesten regelmatig gekeurd worden in verband met de verzekering. En Piet Winters die werd afgekeurd. Daar had Piet verschrikkelijk moeite mee. En in het voorjaar van 1973 kwam wethouder van de Wildenberg 's middags tussen de middag bij mij thuis aan en ik kwam vragen of ik algemeen commandant wou worden van de gemeente Marese. Ik zeg wel, daar wil ik over nadenken en ik wil 14 dagen bedenktijd. Oh, zegt hij, je wilt ook nog bedenktijd? Ik zeg ja. Ik zeg, maar als ik moet werken zoals meneer Winters, dan begin ik er echt niet aan. En ik zeg, ik wil erover nadenken. 14 dagen later kwam Willem dus, hij kwam van de BMW gesprek af. Maandags kwam hij weer en Wiel had erover nagedacht. Ik zeg, ja, ik heb erover nagedacht. Ik zeg, ik stel twee eisen. Oom stelde eisen. Ik zeg, ja, ik zeg, punt 1, moet ik veel meer medewerking hebben van het college van BMW. En punt 2, alle manschappen moeten me achter mij staan, ook die van Marese, en gezien in verband met de rivaliteit. Ik zeg, want ik werk op de Rabobank in Marese als assurantieadviseur, en dan verwacht ik eigenlijk dat ik geen problemen krijg met mijn werk. Ik zeg, alle mannen van Marese moeten ook achter me staan. Nou, en zodoende, dat was dus geen probleem, werd ik commandant, algemeen commandant van de gemeente Marese. Er waren enkele brandweermannen van Marese die het nooit hebben kunnen accepteren dat ik commandant werd. Niet dat ik persoonlijk had iets tegen mij, maar dat er in van Soerendonk commandant werd, dat hebben ze nooit kunnen accepteren. Dat lieten ze ook vaak merken. Terwijl ik me eigenlijk 100% positief opstelde. Tot de laatste dag, en ik heb dat altijd toch wel jammer gevonden. Ik zette mijn eigen 100% in voor mijn korps, ook voor elke, al die manschappen. Zelfs privéproblemen van brandweermensen kaarten ik aan als ik een gesprek had met de burgemeester. In de 70e jaren werd de kleine kring opgericht. De kleine kring van brandweerkorpsen. Dat was de brandweer Budel, de brandweer Marese, Soerendonk, de brandweer van Heze, Leende
En Aalswaarde, al die korpsen vormden de kleine kring. En het doel van die korpsen was dus om eens per jaar te oefenen. Elke gemeente die organiseerde dus eens per jaar een wedstrijd. He, dus je kwam dus 7 of 8 keer kwam aan de beurt. En het doel daarvan was dat het regelmatig gebeurde dat er dus bij hulpverlening dat je met bepaalde korpsen moest samenwerken. Op sterkste gebeurde het regelmatig dat we dus met hezen samen moesten blussen, vooral bij grote branden. In Budel en Marhezen gebeurde het ook regelmatig dat we op kasten samen dus brand moesten blussen. Vooral bij grote branden, heidebranden, bosbranden. We hebben regelmatig grote heidebranden gehad, 70, 80, 100 hectare. En in 1976 hadden we zelfs de grote brand bij Leende, het Leenderbos, meer dan 100 hectare. Daar waren we dus met een groot aantal korpsen bezig met blussen. Zelfs twee crashtenders van de vliegbasis Eindhoven, die dus daarmee hielpen met blussen. Ook werden we geholpen door meer dan 100 militairen, Duitsers, van de legerplaats Budel, die daar met schoppen dus ook meededen aan de brandbestrijding. En het is ook gebeurd dat wij dus naar Aalswaarde moesten voor een oefenavond met het korps Soerendonk. En op de heenweg hebben we al aangelegd bij de café, net achter Valkenswaard, net voor Waalre. Daar stond een café met een grote naam erop. Waarom verder stappen? Ons riek zal hier wel tappen. Dus wij hadden al dorst voordat we dus op de oefening waren. We hebben daar een bepaalde tijd gezeten en toen wij naar de rand in Waalre kwamen, toen was de oefening afgelopen. Toen zijn we weer opgedraaid en we hebben weer gestopt bij Waarom verder stappen, ons riek zal hier wel tappen. En het is nog best laat geworden. Op de terugweg hebben we nog aangelegd bij de Speekopstrijp, maar we reden binnendoor door het Linderbos en van Linderstrijp dus ook weer binnendoor over de niet verharde Strijperdijk, want dat moest nog gemaakt worden. En we kwamen s'nachts om 1 uur of 3 thuis in Soerendonk. We moesten de pomp loskoppelen en dan met de manschappen achteruit in de schuur duwen bij Frans van Gennep. En dan reed men de brandweerwagen achteruit. Toen wij die pomp naar binnen duwden, toen bleek dat we de kurk verloren waren, de drijver. Want als je van open water werkt, dan moet je aan de zuigbuis een drijver maken, zodat die zuigbuis niet in de modder terecht komt, anders zou hij zijn eigen vol modder. En die drijver waren we kwijt. Dus Frans van Gennep en ik zijn weer teruggereden naar Linderstrijp, het Woornumstrijp. Daar lag dus een drijver in het kaarspoor. Door gevolg dat ik s'nachts om 4 uur thuis kwam en mijn vrouw al ongerust zijn we binnen toch geweest. Ik zeg, ja, we hebben nog een brand moeten blussen op Kastel. Nou, en we deden ook regelmatig mee aan de wedstrijden. Gewestelijk en ook landelijk en ook regionaal. We hadden de regionale brandweer in Eindhoven die elk jaar dus wedstrijden organiseerde. Dat deed je toch alles bij elkaar zijn 40, 50 korpsen aan mee. En op diverse banen. En in 1978, toen heb ik met twee korpsen, korps Marhezen en het korps Soerendonk, ingeschreven voor de landelijke wedstrijden. In totaal schreven er in Nederland 320 korpsen in op de lager druk, de baan lager druk. En we zaten in, maar Soerendonk had dus maar 8 brandweermannen, dan moest ik mijn eigen meetellen, want ik speelde zelf als bevelvoerder. En het was gewoon met sport. Welk van de regionale brandweer, die zei, ik heb mij peerlingste kunnen niet maken. En ik zeg, nou, het is mijn sport, ik vind het zalig om te doen, en niet meer kan, dan stop ik. En we hadden dus maar 8 manschappen, je moet er 9 hebben. Net zo goed als je bij een voetbal 11 man moet hebben. En ik vroeg het Marhezen op de vergadering. Die hadden 24 spuitgasten. Ik zeg, wie van Marhezen wil er in het korps van Soerendonk meedraaien, want ik heb 1 brandweerman tekort. Niemand. Niemand deed mee. Dan zie je weer de rivaliteit tussen Marius en Soerendonk. Ze lieten me dus in mijn hemd staan. En ik zat er dus niks mee, want in Soerendonk woonde Sjaak Sommers en een brandweerman van de vrijwillige brandweer Aalswaarde en van de bedrijfsbrandweer Bavaria. En die was getrouwd met Toos de Laat en die had al café. En de brandweer van Waalre en Soerendonk, dat was 2 handen op 1 buik, laat ik zo maar zeggen. Nou, ik vroeg een Sjaak, wil ik heb je ons meedraaien? En nou, dat vond hij geweldig.
Dus we moesten naar Bladel. Daar zaten 12 korpsen, 12 ploegen op die baan. En Soen dan weer deurste en ik werd, ik had de eerste prijs als bevelvoerder. Dat was natuurlijk feest, maar Rezen zat helemaal niet achteraan in een uitslag ergens. Ja, dat was ook alweer tegen het zere been, ik had dat alweer niet goed gedaan. En vijf paar brandweermannen. En toen moesten we dus, dan gingen twee korpsen over naar de gewestelijke. En de gewestwedstrijden waren een week of vier, vijf later in Veghel, bij de CRV. En daar werden we dus tweede en toen gingen we weer over naar de finale. Soerendonk met zijn 8 mannen, plus in de reserve. En ja, toen was het oefenen maar en ik zat op de vergadering en toen werd ik aangevallen door twee brandweermannen. Want het was helemaal verkeerd wat ik deed en ik had een vreemde in de ploeg staan en die was niet verzekerd. En, nou, het spinnen was een oordeel. Ik zeg, was dat heren? Ja, dat was het. Ik zeg, ik moet goed luisteren. En op die datum heb ik gevraagd of er iemand mee wil doen. Dan had er niemand geen tijd en nou wilde meedoen. Ik zeg, nou in de finale zitten. Ik zeg, maar nou zet ik Sjaak Sommers helemaal zo uit de brandrol op en die blijft in de ploeg, zeg ik. En over die verzekering hoe de goede krijgen, niet drukte, maar daar had ik trouwens ook niks mee te maken, zeg ik. En toen werden we in de finale in Helmond nog met 7e. Dat was op de baan waar Bunel dat jaar kampioen van Nederland werd. Ja, we kregen ook als eerste een hulpverleningsvoertuig. En dat was een Mercedes-wagen. Die werd betaald door de beschermde bevolking. De BB werd opgeheven, de beschermde bevolking. Dat was een instantie wat ze uit Engeland overgenomen hadden. Die hadden een andere taak als de brandweer. Die waren meer gericht op het redden van mensen. Die hadden dan een hoop geld. En in samenwerking met de regionale brandweer werden 4 hulpverleningswagens gekocht en opgebouwd met allerlei materiaal, redgereedschap, spreidvijzel, hydraulische schaar, luchtkussens, slijptol, noem maar op, een stroomaggregaat, van alles zat erop, allerlei verlichtingsapparatuur. En dat was speciaal bestemd voor auto-ongevallen met beknelling en ook in bedrijven waar dus ongelukken gebeurden. Dus dat was allemaal materiaal wat dus gebruikt werd voor mensen te redden die in problemen zaten. Nou, en die wagens werden door regionale brandweer gestationeerd aan de Rijksweg, dus Maarhezen, Oorschot, Sint-Doederode. Ja. En wij moesten met dat hulpverleningsvoertuig ook buiten de gemeente, er waren ook een stuk of 5, 6 mensen voor opgeleid. Ook de monteurs, boerenzonen, die met een slijptol en met lasapparaat en alles konden werken. Wij moesten dan mee naar Alswaalde, Hezen, Leenden en ook naar Budel. Dat is ook regelmatig gebeurd. Op het ogenblik is het zo dat op elk eerste uitrukvoertuig zit al dat materiaal zit daar standaard op. Omdat men steeds meer van taak verandert. De brandblussen wordt steeds minder. En het hulp verlenen bij auto-ongelukken en noem maar op, dat wordt steeds meer. Ongevallen met beknelling, treinongelukken, noem maar op. Nou, ik was assurantieman van de Rabobank in Maarhezen, gedurende 21 jaar. En ik was commandant van de brandweer. Wij blusten ook naar verdant dat het verzekerd was. Ik noem een voorbeeld, toen de panhoefde bij Joosten de boerderij afbrandde, toen zaten daar een hele hoop zeugen in, de zolder stortte in, de zolder zat vol met strooi en hooi. Heel de zolder stortte dus in een planken zolder. En daar zaten dus in een berg zeugen en beren. En alles zaten dus onder die troep. Toen kende men bij de verzekering nog geen opruimingskosten. Momenteel is elke boerderij en elke particulier is verzekerd. Waar ook de opruimingskosten zijn mee verzekerd. En bij een boer kan dat behoorlijk oplopen met een hoop troep bij een afgebrande boerderij. En men kende toen ook een opruimingskostenverzekering en dan belde ik midden in de nacht, heb ik van de tillaard in Sommel gebeld. Die kwam met een kraan, met een knijper en een paar trekkers met een kieper erachter. We hebben dus de hele dag
Wel 2 dagen zijn wij bezig geweest om al die troep op te ruimen en om die dode varkens eronder uit te halen. Want dan kunnen we een week laten liggen, maar dan kunnen wij je voorstellen wat een stankpartij dat wordt. En alles wat ik als commandant inschakelde werd, moest de gemeente betalen. En de burgemeester van den Broek die zei op een gegeven moment, want elke maand zat ik een uur bij burgemeester van den Broek op kantoor, overigens een geweldige, fijne burgemeester. Toen zegt burgemeester, de commandant, zegt hij, moet dat? Moest kijken wat dat kost, die opruiming, de troep opruimen. Ik zeg, ja burgemeester, ik zeg, we kunnen die rolstoel laten liggen en door die dode varkens eronder. Ik zeg maar, en als we dat zo laten liggen, dan moeten we misschien een week lang elke dag naartoe met de brandweer. Dat gaat weer aan het smeulen, dat vuur dat laait weer op. Ik zeg, we hebben geen mogelijkheid. Commandant, zegt hij, het zou wel goed zijn, ik zal er wel geen verstand van hebben. Nou, ik was dus verzekeringsagent van de Rabobank en tevens commandant van. Wij belusten ook dat het verzekerd was. Nou, de brandweer van Soerendonk, dat was een vriendenclub. Die mannen gingen voor elkaar door het vuur. Daar waren zo'n fanatieke dingen bij. Ik zeg wel zo, die waren zo'n fanatiek, die met brand liepen ze langs de deur door de muur. Toen Driekske van Lievenhoven zijn boerderij afbrandde, dan was het ook nog zo dat we al die spuitgasten die liepen meteen. Ik liep meteen naar de brand. Ik denk, die brandweerwagen bij Vergenemteen brengen ze wel, die komt wel iemand mee. Met gevolg was dat alle brandweerwanden op brand stonden en er geen brandweerwagen. Toen is Wim Groene, die had zijn eigen auto bij zich, die is naar de brandweerkazerne gereden. Hij wou de brandweerwagen starten, maar hij kreeg hem niet gestart, te driftig. En dan alle tijd verzoop hij. En Wim die gooide een hoop materiaal, slangen en opzetstuk en straatpijpen in zijn eigen kofferbak. En hij reed weer naar de brand. De boerderij, daar bleef ook niks van over. Zijn oud gebouw, gelijk strooien dak. Ja, er is geredden aan. En ik was eigenlijk regionaal commandant van de brandweer Mariezen. Maar ik was ook spuitgas in Soerendonk. Ik hielp mee blussen. Ook toen ik commandant was. Ook als Mariezen brand was. Als dat nodig was, hielp ik mee blussen. Maar als alles onder controle was, dan had ik een andere taak dan net als met Joost, materiaal, dan zodat er materiaal kwam. We hebben ook gehad dat we door een halve nacht hebben staan te blussen. En dat ik bij de buurvrouw ging zeggen, ik zeg, kun ik even een pot koffie zetten? En dat gebeurde dan ook, dat was bij Joost in het geval. En ik ging bij de buurvrouw, die wist nog niet eens dat de boerderij in brand stond. Ik zei, zou ik een paar kannen koffie kunnen zetten? Ik zeg, want die mannen hebben dorst gekregen wanneer die rook te staan. Nou, toen de boerderij van in Soerendonk afbrandde in het dorp van Wermke van Ratingen, heel de buurt dat vroor dat het kraakte. Volgens mij was er ook een brand waar een behoorlijk luchtje aan zat. Dat kwam regelmatig tegen dat er de jerrycan nog bij stond als we doorkwamen, maar dat was daar niet zo. Het brandde ook helemaal uit, het stond van voor tot achter in brand. En we deden alleen de belendende percelen nat houden. En ik weet nog, Nolde Smet die woonde er ook langs. En die was zo verschrikkelijk bang. Ik zeg, nee Nolde, ik zeg, wij houden jouw huis ook nat. Wij wisten wel dat, we kenden de risico's, we wilden dat er geen cent risico aan zat. Ik hielp dus mee blussen. En de club van Zulte was een echte vriendenclub. En dat is jammer dat niet meer zo is. Ook de sfeer in de korps is veranderd. Het is veel meer beroepsmatig geworden. En ja, dat is jammer. Het einde van het korps Soerendonk. Op 1 september 1979 was er een raadsvergadering in Soerendonk, of in de gemeente Mariezen, met als onderwerp het samenvoegen van de korpsen Mariezen en Soerendonk van de vrijwillige brandweer. Men was er al jaren mee bezig, centralisatie. Men had steeds meer snellere blusvoertuigen. En het is ook van de zotte om in 2 kerkdorpen, net als Maries en Soerendonk, een kazerne te bouwen en daar een blusvoertuig neer te zetten. Want dan praten we over 6, 7 ton. En dat was een investering onverantwoord. En op 1 september 1979 werd door de gemeenteraad besloten om de korpsen samen te voegen. Er was 1 partij bij die was erop tegen, die heeft zelfs een schorsing aangevraagd bij de provincie, maar dat is niet doorgegaan. Dus
1 september hield de brandweer van Soerdonk op. En men dacht dat die manschappen van Soerdonk zouden aansluiten bij de brandweer Marese. Maar de vrijwilligers van Soerdonk die voelden daar niks voor. En op 1 april 1979 werd er door de brandweermannen van Soerdonk ontslag ingediend. En dat was Frans Adams, Jos van Gennep, Geu van Gogh, Toon Groene, Janus van Lievenhoven, Frans van Mierlo en Gerrit Staalt. Ze voelden er niks voor om bij Marese aan te sluiten. En 14 dagen na de ontslag was de jaarlijkse feestavond van de brandweer. En ook voor de feestavond hadden ze alle 6 manschappen zijn eigen afgemeld. Want zeiden ze, ze voelden er niks voor om aan het laatste avondmaal deel te nemen. Ik was commandant van de gemeente Marese. Ik ben dus gebleven, want ik had een andere verantwoordelijkheid. Ik zeg, ik stop pas als ik er geen plezier meer in heb en als heel het korps weer volledig op orde is, want Marese bleef zitten met veel te weinig manschappen. We hebben ook mee in een oproep geplaatst met het gevolg dat er in de kortste keren 12 personen uit Marese zijn eigen aanmelden om toe te treden tot de vrijwillige brandweer. En ik ben dus gebleven tot 18 oktober 1987, toen werd ik 55. 55 is het zo dat je bij de brandweer dus congé krijgt. En ik heb dus bij mijn afscheid dus een koninklijke onderscheiding gekregen. Daar ben ik nog steeds trots op. Hier zie je een aantal uitrustingstukken van de brandweer. Hier zie je dus gelaatstukken. De brandweer die beschikt over een aantal persluchtmaskers. Daar moeten die mannen die daar worden speciaal voor gekeurd. En die krijgen ook een speciale opleiding. Ikzelf was ook mocht een persluchtmasker dragen. En daar werd ook regelmatig heel zwaar voor gekeurd. Dus dan had je perslucht bij dat je een half uur in een gebouw kunt vertoeven dat helemaal onder de rook zit. En voor de veiligheid mag een brandweerman ook nooit alleen naar binnen met perslucht. Ze zijn altijd met z'n tweeën en die houden elkaar ook steeds vast. Hier zie je de eerste uitrukhelm na de Tweede Wereldoorlog. Dat waren dus legerhelmen van het Nederlandse leger. Die waren zwart geverfd en er was achter een gleuving gemaakt om een flap aan te maken. En hier zie je dus een flap. Dit zijn de helmen die dus voor de eerste originele helmen voor de brandweer. De kam erop om als er stukken pannen weer boven vallen om dat te breken. En de derde helm was deze kunststofhelm. En dan had de commandant, de bevelvoerder, had een speciale helm met een streep erop. Dat men kon zien wie de bevelvoerder of de commandant was. Dit is ook zo'n helm voor de commandant of de bevelvoerder. Dan zie je hier dus koperen straalpijpen. Dat zijn heel oude straalpijpen. En op het ogenblik hebben ze allemaal moderne, veel mooiere straalpijpen en veel doelmatige straalpijpen die men ook, waar men de straal kan bedienen. Ze hebben zelf tafelstraalpijpen waar het dus de straalpijpen een waterscherm maakt dat, voor de hitte van de spuitgast. Hier hebben we nog een paar helmen. Dit is dus een verkoperde helm. Die heb ik gekregen toen ik 25 jaar lid was van de Kamervalsvereniging Roesdonkers. En dit is een Belzenhelm. En uit Wallonië, de Franstalige streken, want daar staat ook op. Korps de Pompiers. Ja, en hier zit er nog een blusemmer. In heel veel bedrijven hingen zo emmers aan de muur. En er waren zelfs emmers bij waaronder een beugel onder zat, dat je hem dus niet neer kon zetten. En daar zat dan zand in, als er dan in een bedrijf brand uit. Blijkt dan kon men mee zo'n emmer van de muur pakken om de brand te blussen. Ook beschikt is men over kleine blusapparaten, poeierblussers, CO2-blussers. CO2-blusser, dat is koolzuursneeuw. Wat uitermate geschikt is bijvoorbeeld in horecagelegenheden, in frituur. Want
Als je daar bijvoorbeeld over de frikadellen overheen spoot, dan kon je er nog dan weer voor gebruiken. Dat was dus gas, CO2 en poederapparaten. Maar al die bedrijven worden tegenwoordig verplicht om over allerlei blusapparatuur te beschikken. Zelf grote bedrijven en seniorencomplexen, die moeten allemaal slangenhaspers aanbrengen. Dus dat ze mee, als er iets gebeurt, mee kunnen blussen. Direct na de Tweede Wereldoorlog werd de brandweer weer heropgericht. Want tijdens de oorlogsjaren was alle verenigingsleden verboden door de bezetters. En een van de eerste blusvoertuigen is dit blusvoertuig van de voormalige gemeente Buren. Dit is een Engelse legerwagen, je kunt ook zien, want het stuur zit aan de rechtse kant. En in Soerendonk was het eerste uitrukvoertuig ook een legervoertuig met voor dus een dubbele cabine waar dus twee rijen manschappen in konden zitten en een achterop open gedeelte. En het achterste gedeelte werd dus door de leden van de brandweer Soerendonk zelf helemaal ingericht. Er werden dus kasten ingemaakt waar men de slangen kon opbergen, waar de straalpijpen, het opzetstuk, noem maar op, het verdeelstuk, alles in opgeborgen kon worden. En er werd ook een trekhak aangemaakt waar de brandspuit aangekoppeld kon worden. En ook werd dat voertuig van Soerendonk werd rood opgewerkt door de eigen manschappen. Dat was dus direct na de Tweede Wereldoorlog. Het is een prachtig historisch blusvoertuig en af en toe wordt het nog gebruikt bij braderieën en markten. Op het ogenblik met de corona ligt dat allemaal stil natuurlijk. Zelfs bruidsparen worden er nog mee naar het gemeentehuis gereden. Voor allerlei doeleinden wordt deze wagen af en toe nog gebruikt. Ik ben 28 jaar lid geweest van de vrijwillige brandweer, waarvan 14 jaar commandant. Ik heb dat met liefde en plezier gedaan. Het is toch een stuk gemeenschapszin. We hadden een hele fijne ploeg in Soerendonk. En ik ben er trots op dat ik 28 jaar brandweerman heb mogen zijn. Dit was weer een aflevering van Hoe was dat vroeger? Met medewerking van Wil Peerlings en Bert Groene. Hoe was dat vroeger? Tot de volgende keer. Wij zijn 30.000 mensen. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week. We redden mens en dier. We verlenen hulp bij ongevallen. We voorkomen en bestrijden brand. Wij zijn de brandweer. Brandweermensen hebben veel eisend werk met een zeker risico. Iedereen moet in extreme omstandigheden goed kunnen functioneren en wordt daarop lichamelijk en geestelijk geselecteerd. Of het nu gaat om de beroeps- of vrijwilligers, iedereen wordt continu bijgeschoold en getraind. Wij vluchten niet voor gevaar, maar gaan er juist op af. Het draait bij de brandweer niet alleen om het bestrijden van brand en wegnemen van gevaar, maar ook om het voorkomen van gevaarlijke situaties. Samen met burgers, bedrijven, instellingen en scholen werken wij ook aan voorlichting, controles en adviezen ter voorkoming van brand en andere gevaren. Het nemen van maatregelen is een zaak van de hele maatschappij, dus ook van jou en mij. Als onderdeel van de 25 veiligheidsregio's werken wij als brandweerkorpsen in regionaal verband samen. We wonen of werken dicht bij onze kazerne en staan midden in de samenleving. Ieder korps bestaat uit andere mensen en heeft zijn eigen identiteit. Onderwerpen zoals opkomsttijden, verminderingloze meldingen, voertuigbezetting en gezamenlijke inkoop worden landelijk opgepakt, met oog voor regionale verschillen.
De missie van de brandweer en alle brandweerkorpsen is minder branden, minder slachtoffers, minder schade. Wij zijn trots dat burgers de brandweer hebben benoemd tot meest betrouwbare hulpverlener. Dit is een kroon op ons werk, waarin we voortdurend in beweging zijn om in te kunnen spelen op de veranderende maatschappij.